Zo, dit is onze eerste dag dat we echt zelf op reis zijn, zonder Marga. We hebben dus net een hutje gehuurd voor $115 voor één nacht. Nou, we zijn er ook maar één nacht, maar check it out. Genoeg woonruimte. Genoeg plek om je tenen te stoten, zo te zien. Slaapkamer 1. En slaapkamer 2. Nou ja, dit ding dus met satelliet. Ik heb een balkonnetje waar ik kan paffen. Die nog aardig ver is. Terwijl die arme stakkers daar ergens zitten. Maar het echte genot is toch wel het uitzicht. Kijk dan. Er liggen er 3. Heel goed. Zag je hem? Ja. Volgens mij was weg. Ja, volgens mij niet geruikt, nee. Vogeltjes hier zijn nogal suicidaal. Ja. 30 centimeter max. Ja, zoiets. Oh, oké. Okay. Ik wil ook niet de tweede zijn.
eigenlijk zo snel hier zo zijn, als waar we nu zitten. Ja, het zit kort dicht. Ja, een meter van de kan al. Hier baggeren wij binnenkort doorheen. Zo. Ja, dit is dat natuurpark van de Catlins. Morning. Kijk eens scherp wat. Dat is mooi. Naar de bovenkant van de waterkuil te komen. We hebben het nog zien lopen. Maar het is niet zo makkelijk te klimmen om daar te komen. Het is geen echt pad. Het is gewoon een weg die mensen hebben afgelegd. Hebben verzonnen. En dit gaat fucking stijl. Oh, tering, dat meen je. Dat meen je. Hoe ver is dat? Ik hoop altijd dat die stevig ligt. Oh.
Is it going down? Yeah. 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 Good. But it goes down very steep. You can see that. You're down there quickly. Yeah, a few minutes. Are you making a movie or? Yeah, just a travel documentary for when we get home. Yeah. Wanneer gaan we weer naar huis? Nog 3 weken, jongen. Godverdomme. Godsamme, die klim terug van die waterval is zwaar, jongen. Ik ben helemaal buiten adem. Koekje erbij. Oh, dat is beter. Ramon zei het is vlakbij, we gaan wel lopen. Ja, dat had ik niet moeten doen. Maar aan het eind van de klim naar beneden, toen we dicht bij de waterval kwamen, viel het nog wel mee. Het ging allemaal lekker bergaf, maar ja, als je terug gaat. Ja. Ja, moet hij weer wel weg. Naar huis. Die eikel achter me, die schiet me niet op. Het is hier koud, kaal, lelijk, kut. Er is geen flikker aan. Ik wil gewoon naar huis. Ik wil voeden. Kijk nou, nou wordt het goed. Jee. Kan ik overal op de wereld zien, bedoel ik niet. Straks kunnen we ook niet meer terug. Wat is hier nou aan het doen? Filmen, anders donderen we naar beneden. Ja, 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 bijna, bijna. Oké, laat maar los.
Ja, dat is ook zoiets, hè. Gisteren waaien als een Malaya. Gisterenmiddag, gisternacht, leek al bijna storm. Leek zwart Nederland wel toen we weggingen. En nu? Strak blauwe lucht. Goede. Het is bijna wel een beetje. Dus het is eigenlijk net te fris om zonder shirt te gaan zitten. Maar je zweet al wel zo. Ja, hierna gaan we naar TNL. Daar blijven we de nacht. Dat moeten we maken weer als het goed is. En dan gaan we door naar Milford Sound. Kajakken in waarschijnlijk de regen en de wind weer. Ongetwijfeld zal daar al die kut weer zijn. Zul je net zien? Nou, we zullen zien. QRB. Petrified Forest. Ja. Zo, oh, super lekker. Ja, 100 meter links afslaan. Dat is die typische wijk, hè? Ja. Allemaal laaibouwwoningen. Windday, zo te zien. Kijk eens, zien we daar hem. Hey. Hi. Ja, we hebben al gebeld. Oh, ze komen er al aan. Ja. Oh. Zo, daar zijn we weer. Nou, nog weer een nieuw huisje, vlakbij TNO. Dat is strak tegenover de Milford Sounds een beetje. Net iets verder die kant ook nog. Ik ga daar morgen kajakken met mijn moeder. We hopen een beetje op het zo'n strak weer. Maar ja, kijk hoe het nu is. Het heeft wel iets, maar als je daar doorheen moet kajakken. Maar ja, we zullen het wel zien. Eerst ga ik hier even helemaal lang worden.